Ik maakte een jaar geleden dit nummer en ik heb er heel veel reacties op gekregen. En heel veel mensen vonden het cringe, maar ook leuk. Ik dacht, ga ik dit jaar hetzelfde doen? Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Ik wil niet weer voor schut staan voor maar liefst 6000 mensen nu. Toen destijds was het 2500 of 3000, nu 6000. We hebben trouwens twee dingen te vieren. Want 1, ik ben 18 jaar geworden vandaag. En 2, we hebben de 6000 abonnees. Dus beide heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor de 6000 abonnees. We gaan road to 10k, boys and girls. Ik weet niet of ik ooit de 10k ga halen. Dat zien we dan wel. Maar ja, ik wilde ook eigenlijk gewoon een stukje taart gaan eten in de video. En dan gewoon een filmpje kijken of zo. Maar die taart is pas voor morgen. Want ik neem dit op 11 april op. En morgen is het eigenlijk mijn verjaardag. Maar dit komt op mijn verjaardag online. Ja. Top. Ik kan ook niks doen in verband met corona. Ik kan geen mensen uitnodigen. Ik kan helemaal niks. Dus je wordt maar één keer 18, toch? Sowieso had ik echt al een hele leuke edit van Loonty gekregen. Niet voor mijn verjaardag, maar ze had wel voor de 6000 abonnees had ze iets gemaakt. Sowieso Loonty, echt een top editor. Die maakt edits echt alsof ze jarenlang al edits maakt, zeg maar. Volgt haar, zou ik zeggen. Dat was deze. Hij is heel kort, maar hij is wel echt... Hij is nice. Thanks, Loonty. En ik kan eigenlijk nog niet echt reageren op edits die ik binnen heb gekregen voor mijn verjaardag. Want ik neem dit, zoals ik net al zei, op de 11e op. En morgen komen waarschijnlijk edits online. Of niet. Hè? Dat zie ik dan wel. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor alle felicitaties in ieder geval onder deze video. Laten we road to 19 jaar gaan, I guess. Mijn zwerk is groter dan je toekomst. Daar houden we het bij. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze korte kutvideo. Zoals ik altijd zeg met elke korte video. Heel erg bedankt. En ik zie jullie volgend jaar, wanneer ik 19 word. Ciao. Hey, kan je? Dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Je bent never been a mens, voor een heel bijzonder mens.